Hallo! Hallo! Frank van der Linden heeft een documentaire gemaakt over het jaar van Ahmed Abu Talib. In die documentaire wordt bekendgemaakt dat een zus van de burgemeester zelfmoord heeft gepleegd vroeger. En de grote vraag is... Is dat maatschappelijk relevant? Wat is dan die maatschappelijke relevantie? Hoe weet je zo zeker dat dat is wat hem heeft gevormd? Nou, dat is natuurlijk nooit één factor. Weet je, of de zon veel of weinig schijnt. Wat je wordt voorgehouden door je ouders. Wat je genetisch meekrijgt. Maar ook dit soort grote levenservaringen. Het is zoals Abu Talib het zelf in de film uiteindelijk zegt. Natuurlijk één van de factoren. Die een rol spelen in een mensenleven. Van Joost Swageman weten wij ook niet wat de precieze reden is geweest... Dat hij suïcide heeft gepleegd. We weten wel, zoals zijn beste vrienden vertellen... en in dit geval Mustafa Oekbi over Abu Talib... wat daar zoal een rol in heeft gespeeld. Maar je moet niet als journalist het ultieme antwoord... op zo'n gecompliceerde vraag pretenderen te hebben. Hebben we ook niet. De vraag is dus... Wat is dan die maatschappelijke relevantie? Van de zelfmoord van de zus van Abu Talib. Juist. En dan komt... Frank van der Linden met een heel verhaal. Hij had zelfs Joost Swageman erbij over waarom het belangrijk was in de vorming van Abu Talib. En het zal best belangrijk zijn geweest in de persoonlijke vorming van Abu Talib en in hoe hij tegen dingen aankijkt. Maar dat maakt het nog niet maatschappelijk relevant. En hij komt dan dus ook uit van, ja, ik heb niet de pretentie een antwoord te hebben op zo'n ingewikkelde vraag. Nee, het was geen ingewikkelde vraag. De vraag was... Wat is dan die maatschappelijke relevantie? Sowieso bepaalt Frank van der Linden niet wat maatschappelijk relevant is. De maatschappij bepaalt wat maatschappelijk relevant is. En volgens mij zegt de hele maatschappij al de hele dag... Hij is niet maatschappelijk relevant. Nee. Dat heeft hij ook 3 keer gezegd volgens mij in het interview. Tenminste, een stukje wat ik heb gezien. Dit is privé, hier wil ik het niet over hebben. En toen heb ik hem vervolgvragen voorgelegd. En zei er toch... een kwartier op ingegaan. Hij is zo dom om het dan Abu Talib, hè, om het dan vervolgens toch een kwartier op camera erover te hebben met Frank van der Linden. En je weet, Frank van der Linden is een roddelkoning. Het is geen serieus journalistiek, het is gewoon een roddelrat. Die gaat het dan gebruiken. Ook al zeg je van ja, ik heb dat liever niet. Het zou zijn goed recht zijn geweest om te zeggen, ik vind het geen onderwerp. En dan zou ik het ook hebben gerespecteerd. Frank van der Linden zegt hij toch, als hij het er niet in had willen hebben, dan had ik het er niet in gedaan. Dan had hij dat gerespecteerd. Ja, maar het niet zit erin. Ja. Dus hij heeft niet gerespecteerd. Nee. Wij hebben een sessie gehad, een dag of wat na dat interview. Waarin hij zonder camera's, en daarom kan ik er ook en wil ik er ook niet uit citeren, tegen Pieter Blauw en mij heeft gezegd dat hij eiste, met zoveel woorden, dat die passage uit de film zou gaan. En dat... Ja, ging op den duur razend en tierend en met verbaal geweld. En daarvan dacht ik, ja, maar nu gaat u toch over een grens heen. Frank van der Linden gaat een grens over. Namelijk, die gaat in het privédomein van Abu Talib zitten vroeten. Prima, publieke functie hoort erbij, geen medelijden voor Abu Talib. Oké, dat kan. Maar dan vervolgens als Abu Talib zegt van, ja, maar hé, wacht even, je zit in mijn privé, rot op. En hij wordt daar boos om, wat begrijpelijk is. Als iemand over mij word ik ook boos. Dan zegt Frank van der Linden tegen Abu Talib, ja, maar jij gaat een grens... Nee! Frank, jij ging een grens over. En als Abu Talib daar wat over zegt, dan gaat hij geen grens over. Nee, jij ging een grens over. We hebben afgesproken dat het onze autonomie was om de film te maken zoals we die wilden maken. En dat aspecten die van privéaard waren, maar maatschappelijke relevantie hadden, daarin ook onderdeel konden zijn. Dat is de verantwoording om het erin te doen. Het is maatschappelijk relevant, dus doe ik het erin. En dus ben ik niet gewoon een gore roddel- en sensatiejournalistiek, maar een serieuze journalist. Want het is maatschappelijk relevant en het is belangrijk dat u... burgers van Rotterdam, burgers van Nederland, weet dat zijn zus ooit zelfmoord heeft gepleegd. Want dat heeft effect op de maatschappij, het is maatschappelijk relevant. Jij bent inwoner van Rotterdam. Maakt het voor jou uit of de zus van de burgemeester zelfmoord heeft gepleegd of niet? Nou, als je kan aantonen dat dat inderdaad direct effect heeft op zijn beleid. Bijvoorbeeld hoe je in Rotterdam omgaat met mannen en vrouwen of whatever. De burgemeester gaat over de inzet van de politie, weet je wel. En over het voorzitten van de gemeenteraad. Die gaat helemaal niet over verhoudingen tussen man en vrouw. Of over familieomstandigheden. Daar gaat de burgemeester helemaal niet over. Maar ik heb hiervan wakker gelegen hoor, Sjors. Dat mag je best weten. Geloof ik. Frank van der Linden heeft het heel moeilijk gehad met dit ethische dilemma. Ik begrijp wel de weg die Frank en Pieter hebben gevolgd. Omdat, en dat zie je ook in de film, bijvoorbeeld dat stukje waarin die CNN te woord staat... Mm-hmm. De eerste seconde dat hij begint, begint hij over zijn jeugd en wat hij allemaal heeft meegemaakt. Ja. En dat hij honger heeft geleden en dat hij geen schoenen had. Dat mag allemaal wel. En je hoort Frank van der Linden voor precies. Hij is het heel erg eens met wat Sjors hier zegt. Namelijk, ja, Abu Talib begint zelf ook over zijn privéleven. Je mag erover beginnen omdat hij zelf over zijn privé begint. En je moet niet janken als jij wat verder graaft. Kijk, dat vind ik een journalistiek valide argument. Maar niet maatschappelijke relevantie. Nee. Abu Talib geldt als rekkelijk.
De liberale moslim. Maar zoals wij vertellen in de film en ook laten zien... Mm-hmm. Vindt hij, tot onze verbazing, boegbeeld van de integratie... vaandeldrager van de wij-samenleving. Dat zijn dochters niet moeten thuiskomen met een partner die niet islamitisch is. Eerst maakt hij hem heel groot als boegbeeld van de integratie... en dan zegt hij volgens maar van Abu Talib... mogen ze dochters niet thuiskomen met een niet-islamitische partner. Zie je wel wat voor nare conservatieve moslim dat eigenlijk is? Dat zegt Frank van der Linden over Abu Talib. Waarbij die, dat is zijn eigen irritatie, ook wel vaker heeft gezegd... als het wel gebeurt, zal ik hem ook accepteren. Ja, Frank, je vergat de bijzin. Ja, maar je ziet ook aan hoe die praat. Hè, gewoon, hij maakt dat punt van ze mogen niet thuiskomen met niet-islamitische partners. En dan, gelijk daarna volgt hij... Want dat was eigenlijk zijn punt. Ja. Dat was alles wat hij wilde zeggen. Er komt niks daarna. Dus hij weet ook niet wat hij moet zeggen. Dus kan die vrouw van de radio er overheen met een interruptie van... Frank, luister even. Maar hij zegt erbij van als ze het wel doen, nou ja, oké. Okay. Zeker, maar hij maakt er ruzie over met die dochters. Die gast die zit hier als een soort Albert Verlinde. Zit hij gewoon de complete privéleven van Abu Talib weg te gooien... Puur en alleen om zichzelf te verdedigen. Ja. Die gevoeligheid van Abu Talib... die ook vindt dat feministen zich niet moeten bemoeien... met islamitische vrouwen. Dat je die moet zien tegen de achtergrond... van wat hem thuis met zijn zus is gebeurd. De gevoeligheden van Abu Talib moeten we zien... tegen de achtergrond van de zelfmoord van zijn zus. Nog steeds niet maatschappelijk relevant. Toch? Wil je hem onwaardig? Eigenlijk zeg je dat hij niet waarachtig is. Ik heb wel vragen bij het verschil tussen hoe Abu Talib zich presenteert in het openbare leven en, laten we zeggen, de wat meer conservatieve religieuze inslag die hij in de praktijk in zijn leven ook thuis blijkt te hebben. En daar zet ik vraagtekens bij samen met de Blauw. En dat is dan de vraag, wat is de waarachtige Abu Talib? Dus, Frank van der Linden is er na 30 jaar in de journalistiek en na een jaar veel bij Abu Talib achtergekomen... dat Abu Talib als publiek figuur anders is... dan dat hij privé thuis met zijn dochters en zijn vrouw en zo is. Is dat het nou? En hoe is dat nog steeds maatschappelijk relevant? Nee, want sowieso iedereen is thuis anders dan op werk. Ik ook. Klaar. Hij ook. Ja, absoluut. En dat hoeft echt maar nul invloed te hebben op je werk of andersom. Nee, want het mooie is van een burgemeester... Kijk, ik wil dat de fietspaden schoon zijn... Ik wil dat mijn afval wordt opgehaald. Ik weet dat de politie er staat als het nodig is. Dat is allemaal taak van de burgemeester. Maar of hij thuis ruzie heeft met zijn dochters... of die 5 keer, 20 keer of 80 keer per dag met zijn hol zit te bidden naar Mekka... of weet je wel, of zijn zus, hoeveel zussen die heeft en wat er allemaal mee gebeurd is... dat maakt allemaal niet uit daarop. Dat heeft nog steeds volstrekt geen enkele relevantie. Maatschappelijk. Wat is de waarachtige Abu Talib? Wat is het antwoord op die vraag voor jou? Dat is de film. Frank van Linden zegt nu zelf, de documentaire is een antwoord op de vraag... wie is de waarachtige Abu Talib? Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk gewoon letterlijk... wie is Abu Talib dan achter de charade, achter de publieke achter de maatschappelijke figuur? Relevantie. Juist. Wie is hij thuis, persoonlijk, privé? Hoe is die met zijn dochters? Hoe is die met zijn zus? Wat de fuck is er met zijn zus gebeurd? Allemaal interessant. Kan zo een SBS shownieuws. Maar het is niet maatschappelijk relevant. Het is geen serieuze journalistiek. En het slaat helemaal nergens op om te doen alsof je hier een of ander kunstwerk neerzet... wat maatschappelijk relevant is, terwijl het gewoon niet zo is. Frank, ik zou u echt... Zeg gewoon van... Joh, wij vonden dit een interessante man en we willen graag weten hoe die nou privé is. Zeg dat gewoon. Dan heeft niemand daar een probleem mee. Waar ik een probleem mee heb, is dat doen alsof je iets belangrijks maakt... terwijl het gewoon roddeljournalistiek is. Fascinerende roddeljournalistiek, maar roddeljournalistiek. Juist. Ik begreep dus vandaag dat heel veel politici en heel veel journalisten dit wisten van de zus van Abu Talib. Maar blijkbaar is Frank van der Linden de enige die ermee wil scoren. Ja, dat is wel, die gaan we in het einde erbij knippen bij de conclusie.